In een zwaar gepantserde Audi wordt Mehdi Nemmouche naar de raadkamer in Brussel gebracht. Hij komt om verzorging vragen, want hij is zwaar ziek. Zijn advocaten geven uitleg na de zitting. Il faut vous compreniez une chose, c'est que nous avons demandé, nous le demandons depuis de nombreux mois, ce que nous ne devrions même pas demander. Simplement qu'on pose un diagnostic sur l'état de santé de monsieur Nemmouche et que on lui fournisse un traitement. 3 jaar geleden schoot Nemmouche 4 mensen dood in het Joods Museum in Brussel. Een week later werd hij in het zuiden van Frankrijk opgepakt, met wapens nog op zak. Toch beweert hij onschuldig te zijn. Bijna 3 jaar zit hij nu in isolatie. Hij heeft zware hoofdpijnen, zijn gehoor en zijn zicht vallen regelmatig uit. De medische staf, als ik ze zo nog kan noemen, dat de medische staf van Brugge hem duidelijk, klaar en duidelijk, letterlijk gezegd heeft, men gaat u niet verzorgen. De advocaten hebben intussen een wetsdokter ingeschakeld. Ook die vraagt dat Nemmouche grondig wordt onderzocht. Het gaat hier niet om een poging om zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten. Doe die scanner, doe die examens. Misschien heeft hij een tumor in de hersenen, dat is allemaal mogelijk. Doe dat allemaal en hij zal aanwezig zijn op zijn proces. Het directoraat van strafinrichtingen wil niet reageren. Ze zeggen alleen dat iedere gedetineerde recht heeft op verzorging door de gevangenisarts.